Dit zijn Goofy en Mickey. Dat zijn een broer en zus. Ze zijn ongeveer 7,5 jaar oud. Goofy en Mickey zijn al van jongs af aan bij elkaar. Het zijn echt Ying en Yang. Ze hebben echt veel steun aan elkaar. Vandaar dat ze ze ook echt alleen samen plaatsen. Ze mogen niet apart weg. Ze zijn bij ons afgestaan omdat het dochtertje in huis allergisch was voor de katten. Ook vonden de katten de kinderen te druk en hielden daar ook afstand van. Door de drukte waren de katten ook een beetje gespannen. Dit uitte zich bij Goofy en af en toe naast de bakplassen door blaasontsteking. Hierom zijn we dan ook op zoek naar een rustig huisje zonder hele jonge kinderen. Andere huisdieren vinden ze absoluut niet leuk en zullen ze niet accepteren. Goofy is een gesteriliseerde poes en dat is degene die wat meer grijs heeft. Mickey is een gecasseerde kater en dat is degene die meer wit heeft. Het zijn hele lieve katten, maar wel een beetje verlegen. Dus je moet echt geduld hebben met ze. Goofy en Mickey zijn wel gewend om naar buiten te gaan. Dus een plekje waar ze lekker in de tuin kunnen, dat is een must. Wij zoeken dus voor deze kat een leuk rustig huisje. Wie biedt deze lieverd een rustig plekje?